Iedereen onder dak nu. Met deze campagnekreet vragen woningcorporatie Trudo, de Rotary en vele bekende en minder bekende Eindhovenaren aandacht voor het dakloze probleem in de stad. Nog altijd lopen er in Eindhoven 350 mensen zonder dak of thuis rond. En dat moet anders, vinden de initiatiefnemers. Wat belangrijk in deze campagne is dat we het met de stad doen. Dat we aandacht vragen voor het thema met de burgers, met bekende Eindhovenaren, met CEO's van bedrijven. En dat we met elkaar een oplossing proberen te bedenken. Ja. We zijn vorig jaar al een keer rondgeleid door ex-daklozen door de stad. Zo is de belangstelling voor het onderwerp gewekt. En doordat we met Trudo in gesprek raakten en Springplank 040 over dit project zeiden we ja, hier scharen we ons achter en hier gaan we aan meedoen. Ze willen eigenlijk zorgen dat ze gewoon midden in elke wijk kunnen gaan wonen. Met meerdere mensen samen en dus niet in een opvang. Eindhoven start begin volgend jaar met een nieuwe aanpak die daklozen versneld terug in de maatschappij moet krijgen. Na een korte intake verhuizen ze naar groepswoningen verspreid door de stad waar ze aan een toekomst en een goede band met de buurt werken. En daar hoort dan ook een kop koffie bij. En we willen graag dat die panden de uitstraling krijgen in de wijk en voor de wijk. En een barista-project, een koffieproject, zou daarbij kunnen helpen. Dat de drempel naar de groep daklozen veel lager wordt voor de buurt. God, wie zijn er de daklozen? En dan komen we erachter met z'n allen dat het niet alleen maar gaat om mensen met een lange baard, blik bier of een spuitenarm. Maar dat ook jouw buurman had kunnen zijn of jezelf. Is er al iets binnen? Ja, er is zeker al iets binnen. We hebben al de 30 grote sponsoren en de 72 portretten die vast op het doek staan. Dus de eerste ton is binnen. En wie net als Theo Maassen, Björn van der Doelen of Ernst Faber ook met zijn gezicht op het Veemgebouw wil of de campagne financieel wil steunen, kan daarvoor terecht op de website van Trudo.